Nou, we hebben het al een beetje over gehad. Hè? Wat voor type mens is dat? Wat houdt dat werk nou precies in? Dat gaan we deze avond aan alle facetten laten zien. En daarom hebben we nu een wat langer, een wat groter item met de zwaargewichten in de cybercrime. We hebben straks nog wat filmfragmenten van interviews die we vooraf hebben gedaan. Van Wil van Gemert, Dick Berlijn, Hans Volmer. Hans, ben je er trouwens? Die zou misschien nog... Ja, hey Hans, hoi. Ja, het van de Cyber Task Force van Defensie. Nou, die gaan we straks nog even te zien wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van de digitaal rechercheurs. Maar we gaan natuurlijk eerst praten met het hoofd van de Landelijke Dienst Recherche. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Wilbert Paulussen. Welkom hier in het Paard van Troje, bij Tech Talk Late Night. Even voor de mensen die willen gaan solliciteren, hè, want daar gaat het vooral ook om natuurlijk. Laat ik even kort door de bocht zeggen van, nou, je hebt digitaal rechercheurs, tactisch rechercheurs, dat zijn twee dimensies. Ja. En je hebt mensen die werken al bij de politie en die gaan naar high-tech crime. En je hebt natuurlijk mensen die zitten al in de high-tech, cybersecurity, nog nooit iets voor de politie gedaan en die willen ook daar naartoe. Even voor die twee groepen, de mensen die binnen de politie doorstromen en de mensen die vanuit de buitenwereld komen. Ja. In hoeverre hebben ze met jou te maken en hoe vallen ze binnen het hele veld van de landelijke recherche? Nou, heel kort, hè. De landelijke recherche, zoals we sinds kort heten, dat zijn 900 mensen in het totaal die bezig zijn met georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Dat zijn onze twee aandachtsvelden. Dus we doen onderzoeken naar cocaïne, heroïne, Hollandse netwerken, al dat soort dingen. Dat is eigenlijk onze dagelijkse business. En sinds een paar jaar is dit erbij gekomen. Eerst 33 en nu groeiende naar 100. Dus het is inmiddels 1/9 van ons bedrijf geworden. Dus in die zin krijgen ze met mij te maken, omdat het buiten wat wij traditioneel als criminaliteit zagen, ja, nu ook een belangrijk deel van mijn tijd vult, gezien alles wat er in de maatschappij gebeurt. Ja. Maar het is wel van oudsher een traditionele recherchedienst gericht op de georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Daar komen ze in terecht. Oké. En als je nou zelf kijkt naar die jongens van Team High Tech Crime, zijn het een beetje aparte jongens? Ja. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Dat staat die voor niks hier natuurlijk. Hè? Nou, laat ik een voorbeeld noemen, want anders is het zo, ja, ze zijn anders. Hè. Gelukkig zijn ze anders, want dat hebben we nodig. Maar in de Robert M-zaak, toen moesten op een gegeven moment, na heel veel speurwerk en zo, moesten 1152 processen verbaal gemaakt worden. Okay. Dat vinden die jongens niet leuk. Nee. De traditionele rechercheur die zegt, kom op, we gaan achter de machine zitten. En die beginnen met een kop koffie gewoon eindeloos te typen. En deze jongens die verzinnen iets waarbij met een druk op de knop, ik zeg het even simpel, er 1152 verbalen uit is. Okay. Nou, dat is een beetje het verschil tussen dingen. En dat vind ik wel leuk. Dus okay. Die diversiteit die in ons bedrijf is gekomen door deze club erbij, ja, die omarm ik wel. Ja, oké. Okay. Ander belangrijk verschil is natuurlijk, het gaat over het digitale domein. Hè, kijk, bij de normale recherche, dan er is een verdachte, je doet onderzoek en dan vindt het plaats in de fysieke wereld. Daar hebben we allerlei regels voor natuurlijk. In de cyberwereld is dat af en toe nog een beetje zoeken. Soms komen jullie in het nieuws van dat iets je overvalt, dat je denkt van, goh, ja, dat hadden we nog niet gezien. Of dat je er juist bovenop zat en dat de vraag is, ja, wat kan en wat mag je? En toen kregen jullie op een gegeven moment de Big Brother Award. Ja. En dat vond ik wel leuk want ik bereid natuurlijk altijd even voor op de gasten die hier komen. En toen dacht ik, oh, dat was inderdaad die man van de Big Brother Award. En, wat ik wel leuk vond, en ik ga er natuurlijk altijd naartoe, hè, dat is ook weer echt zo'n prachtig evenement in de informatiesamenleving. Heel veel mensen ook, Bits of Freedom doet het hartstikke goed. Alleen er is één vervelend ding daaraan. Mensen komen nooit opdagen. Hè, want ja, je Big Brother Award, daar sta je toch een beetje voor aap. Dus die komen dan niet en jullie kwamen gewoon. Ja. Waarom? Nou, omdat wij vonden dat zij een punt hadden, hè, omdat er een discussiepunt was over wat wij gedaan hadden. Maar wij wilden daar wel even vertellen waarom we het gedaan hebben. Okay. Want wij werden zeg maar genomineerd en uiteindelijk wonnen we hem ook, deze eervolle prijs, omdat we de grootste schender van de privacy op het internet waren. En dat was met name omdat we op die Tor-netwerken van alles gedaan hadden. Okay. En ik heb daar uitgelegd van, en weet je, dat vergelijk met die fysieke wereld is wel mooi. Mm-hmm. Want op een gegeven moment werd door de rechercheurs gezegd, ver verborgen zien wij echt de smerigste kinderporno. Wij spraken inmiddels over gewone kinderporno en deze kinderporno, zo erg was hij. En die zit op dat Tor-netwerk en daar kunnen wij dus geen naam aan plakken.
En toen heb ik gezegd, vergelijk dat eens met de fysieke wereld. Als wij zo'n boek vinden, dan gaan we kijken en dan gaan we uiteindelijk gaan we het in beslag nemen en vernietigen. Als het van niemand is, als niemand zich meldt. En dat gebeurt niet vaak als je zegt van wie is zo'n boek. Nou, dat hebben we eigenlijk op dat Tor-netwerk ook gedaan. Dus daar hebben we, nou dat was een aspect ervan, hebben we gezegd, dit is zo ernstig. Hier gaan wij met justitie en de rechter gaan wij kijken wat onze mogelijkheden zijn. Nou. En ja, dat wilde ik daar gewoon, en dat heb ik wat uitgebreider gedaan dan dat ik hier nu doe, dat wilde ik gewoon vertellen. Omdat wij zijn een politiebedrijf, ik zeg ook altijd wij hacken niet, hè, want hacken is verboden. Ja. Dat doen we niet, hè. Wij werken by the book, hè, dat is goed voor iedereen om te weten die dat solliciteert. Hè. Wij hebben gewoon een wettelijk kader, wij zijn van de politie. Dus wij hacken niet, wij treden computers binnen als dat geoorloofd is met justitie en de rechtercommissaris. En dat hadden we in dit geval ook gedaan. Ja. Nou, dat is een beetje okay. Die context. Ja, want wat in die context kan en mag, hè, daar kun je eindeloos over door discussiëren. Gaan we het straks nog even doen met Lodewijk van Sviet en Ronald Prins. Maar nog even terug naar die rechercheurs. Hè. We hebben al een paar keer gezegd, teamspeler werd genoemd, al dat soort dingen. Dus ja, we zijn even op pad gegaan om even te kijken de organisaties waar ze eventueel mee te maken krijgen. He, dus het Nationaal Cybersecurity Centrum zijn we langs geweest. We zijn bij het ministerie van Defensie langs geweest. En bij Deloitte, een van de bedrijven die veel rechercheurs opleidt en dat soort dingen. Om daar de mensen te vragen, wat is volgens jullie nou een goede digitaal rechercheur? En ook tactisch rechercheur natuurlijk, want die werken altijd samen. Daar hebben we een klein filmpje van, daar gaan we even naar kijken. Waar moet een goede digitaal rechercheur aan voldoen in jouw beleving? Nou, naar mijn idee, hij moet technisch vaardig zijn. Hij moet kennis hebben van systemen, van vele verschillende systemen. Maar vooral creatief zijn. Hij moet zich kunnen indenken hoe een crimineel opereert. Wat een crimineel zou doen, dat moet hij zich kunnen voorstellen. Hij moet een goed analytisch vermogen hebben. Moet goed kunnen dingen met elkaar in verbinding kunnen leggen. En dat op een goede manier kunnen uitleggen om die dwarsverbanden te zien. Mm-hmm. Ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap moet zijn. Ja, en dan de bekende stressbestendig in een team kunnen werken en dat soort onderdelen. Okay. Maar het belangrijkste is technisch vaardig, naar mijn idee, creatief en analytisch vermogen. Eén daarvan is passie. Je moet passie voor dit vak hebben en eigenlijk een zekere gedrevenheid om te ontdekken wat er nou precies aan de hand is. Het gaat om, dat vraagt ook om technische kennis, hè, dat is een ander aspect, maar het vraagt ook om een zekere drive om dat spitwerk te doen, om helder te krijgen wat is hier nou precies aan de hand, wat is de achtergrond, wat zou de intentie kunnen zijn. Het vooral ook iemand zijn die moet kunnen samenwerken, want ik maak het net in het begin al heel erg duidelijk dat het een veel partijen zijn die op dit veld met elkaar iets moeten doen. En die elkaar ook ruimte moeten gunnen om inbreng te hebben op dit terrein. Dus als je daar zit en alleen maar denkt van nou ik weet hoe het zit en ik bepaal het, dan volgens mij ben je uiteindelijk geen goede rechercheur. Dan heb je misschien wel heel veel kennis, maar je moet het ook met elkaar kunnen doen. Je moet denk ik in staat zijn om die ingewikkelde technische materie ook aan je tactische collega op een goede manier uit te kunnen leggen. Want vaak is hij degene die het verhoor zou moeten doen. Dus het gaat ook om het kunnen vertalen van zaken. En in gewone mensentaal kunnen vertellen wat er aan de hand is. Ik denk dat dat een paar van de belangrijke eigenschappen zijn. Hè. Dus naast technische kennis, passie, samenwerkingsgerichtheid. Het kunnen analyseren van een probleem, maar ook het kunnen vertalen van het probleem in iets wat een ander ook begrijpt. Dat zijn kenmerken die ik belangrijk zou vinden. Interessant. Dat zijn ook een beetje de zachte factoren. Hè? De passie, samenwerken. Ja, maar er zit ook dat andere. Hè? Dus ik bedoel, je moet wel weten wat er in de wereld speelt. Ik bedoel, eigenlijk moet je al vanaf je negende zo'n beetje een hobby hebben gehad om computers uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Hè? Dus, en zeg maar in die wereld ook. Ja, ook mensen kennen. Hè? Dus het is ook een community. Hè? Het is ook, ik denk dat een van de belangrijke veranderingen ook voor de politie is. Hè? Ik kom nog van de tijd dat de politie de enige was die de opsporing deed. En ik heb zelf ook, zeg maar, bijvoorbeeld voor het eerst toen meldmisdaad anoniem kwam, hebben we daar hele discussies over gehad of dat wel of niet kan. Ik kan me nog herinneren dat opsporing verzocht voor het eerst kwam. En of dat wel kon, dat je de burger betrok. Nou, we zijn nu in een heel ander stadium dat we de burger veel meer betrekken. Met alertering, met allerlei vormen van. In de cyberwereld is dit al een gegeven. Is de community, heeft wetenschap? Heb je allerlei onderzoekers die dingen melden? Ja. Ook daarin zul je je weg moeten kunnen vinden. En moet je met die mensen ook kunnen spreken. En ook duidelijk je eigen positie kunnen maken. Maar in ieder geval ook contacten kunnen hebben. Het is een politieman of vrouw.
die natuurlijk ook zoals elke andere rechercheur zich bewust is waar die het voor doet. En daarnaast over al die capaciteiten beschikt, zoals we er nu over spraken, is het een techie nerd. Ik denk dat het vooral iemand moet zijn met een enorme gierigheid en lol in het oplossen van puzzels, opsporen. Hoe kan het nou? Waar komt het vandaan? Ja. Als ik nou dit doe, wat komt er dan precies uit? Dus je moet een enorme, goed opgeleid, grote interesse, groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik denk ook dat het voor Team Hightech Crime geldt, zin hebben om een goed teamspeler te zijn in dat team. Ja. Het ideaal is dat wij in staat zijn binnen de overheid om mensen te laten opleren. Een tijdje bij de politie, een tijdje bij Defensie, een tijdje Nationaal Cybersecurity Centrum, een tijdje in het bedrijfsleven. En zo mensen verbreden, zodat die technische kennis, dat die zo breed mogelijk wordt. En dat we daar waar wij bijvoorbeeld inderdaad de mogelijkheid hebben om offensief op te treden. Dus mijn mensen ook leren om offensief op te treden. Ik kan ook een speeltuin maken, noem ik het altijd. Maar dan goed, een cyberlaboratorium waar dat offensief optreden wordt beoefend. Dat ze die kennis meenemen naar de politie om daar weer verder te gebruiken. Maar aan de andere kant en te weten wat een tegenstander doet. Mm-hmm. En aan de andere kant dat mensen van de politie, die forensisch expert zijn, dat die bij ons bij de inlichting en veiligheidsdienst gaan werken om datzelfde werk bij ons te doen en straks weer binnen de politie. Ja. Kortom, dat we een overheidsbreed, maar ook in combinatie met bedrijfsleven, een goede basis leggen voor de cybersecurity in Nederland. Want het is ontstellend belangrijk werk. Het gaat over het kunnen functioneren van onze samenleving. Dus dat is een eervolle zaak waar je voor inzet. En een belangwekkende zaak waar je voor inzet. Ik zou ze alleen maar doorzettingsvermogen willen wensen. Hard werken en zorgen dat je heel snel tussen de collega's staat van Team Hightech Crime. Goed. Nou, deze drie heren natuurlijk hartelijk dank voor hun medewerking. De gehele interviews, ongeveer een half uur per stuk, die staan ook op ons YouTube-kanaal. Voor die rechercheurs. Dus jullie hebben huiswerk te doen. Nou, ze schetsen een beetje een beeld van wat zij denken dat zo'n rechercheur nou zou moeten zijn. Maar het lijkt natuurlijk ook een beetje het wensenlijstje van de buitenwereld. Ja. Klopt het een beetje, dit beeld? Of ja. Hebben jullie er zelf een heel ander beeld bij? Nee, ik heb er geen ander beeld bij, gelukkig. Het is ook mooi dat jullie ze geïnterviewd hebben, want dat geeft aan dat het een wereld is die je niet meer alleen als politie kunt bestrijken. Dat doen we dus ook permanent met anderen. Maar ja, als je het optelt, dat is nooit te verenigen in één persoon. Nee. Ja, dus wat ik eraan toe zou voegen is van, ja, het moet toch in het team uiteindelijk gebeuren. Dus als ik kijk naar wat voor mensen we nodig hebben, dan vind ik wat Wilver Gemert zegt wel mooier, dat is passie. En niet alleen passie, hè, om door te gaan tot het gaatje. Een mooi voorbeeld, hè, dus een van die plaatjes die we zagen, stond een kerkvenstertje achter op de foto. En dat je dan als regisseur de hele nacht zeg maar bezig bent om dat kerkvenstertje uiteindelijk bij een kerk te krijgen, bij een adres te krijgen en dus bij een dader. Ja. Dat gaat helemaal niet zo om ingewikkeld digitaal werk. Dat gaat om de passie om te vinden wat verborgen is. Ja. Nou, daarbij zit maatschappelijke passie. Je moet niet bij ons komen werken als je niks hebt met dat maatschappelijke doel. Ja. Wij hebben geen grote leasebakken in de aanbieding en zo. Het gaat uiteindelijk echt ook om die maatschappelijke betekenis. Dus die passie is voor mij belangrijk. Dat is een teleurstelling, hoor ik, hè, in de zaal. Dacht ik gewoon ambtenaar werd. Misschien kunnen we even wachten tot... Nou, dus dat is één. Vakmanschap is twee. En dan wil ik toch benadrukken dat het niet alleen om puur digitaal vakmanschap gaat. Die traditionele regisseur en die combinatie van die twee, de digitale regisseur, dat is de kracht van ons team. He, die twee samen, want uiteindelijk kun je wel een dader vinden, maar je zult hem ook echt fysiek op moeten sporen. Je moet hem aanhouden, dan moet een proces verbaal naar justitie. Er moet van alles gebeuren wat gewoon met no-nonsense, nuchter recherchewerk te maken heeft. Nou, en de derde, je moet een open mind hebben. Voor die samenwerking, maar ook in dat team, want je kunt wel diversiteit bij elkaar brengen, maar als je daar niet voor open staat, dan is het resultaat nog niet wat je wil hebben. Ja. Dus dat zijn voor mij een beetje die drie eigenschappen die uiteindelijk in dat team terug te vinden moeten zijn.
Ja, wat ik verder merkte in die interviews, echt door de gesprekken heen, was ook een soort van gretigheid in de kennisuitwisseling. Ja. Hè? Het ontwikkelt zich natuurlijk razendsnel. Hè? Wil van Gemert heeft natuurlijk ook een soort centrum daarvoor. Hans Vollmer die ging zelfs verder van die mensen moeten eigenlijk gaan roleren door de hele cyberwereld. Ik kan me voorstellen dat je daar niet altijd even blij mee bent. Want de recherchewerk is natuurlijk ook, je kan niet zomaar alles oud in die open gooien. Hè? Zaken lopen. Nee. En je wil ook niet dat ze al jullie technieken kennen en al dat soort dingen. Dus ik kan me voorstellen dat er een soort spanningsveld tussen zit. Nou, het is in ieder geval een soort van cultuurschok, hè, voor de politie. Wij zijn gewend als er iets gebeurd is een lint eromheen te spannen. En dan te kijken of we in het geheim zeg maar kunnen opereren totdat we een dader hebben. Dat past niet bij deze wereld. Nee. Hè? Dus daar zit een zekere spanning op. Maar daar zit ook een zekere... Ja, het kan niet anders. Dus als wij niet met partijen als Fox IT en zo toch gewoon die samenwerking aangaan, ja, dan zul je zien dat wij die zaken uiteindelijk ook niet op kunnen lossen. Ja. En ik ben dus zeer, wat er ook gezegd wordt, hè, ik noem het altijd connected. Hè. Ja. Dus wij moeten mensen hebben bij Europol, bij Interpol, bij andere organisaties. Hè. Dus als je bij ons werkt, hè, ben je ook vooral verbonden met die nationale, maar zeker ook internationale wereld. Ja, oké. Okay. Ja, je hebt ze al genoemd. Zullen we ze er even bij halen? Ja. Oké, dus van het landelijk pakket en Fox IT, dames en heren, een hartelijk applaus voor Lodewijk van Zwieten en Ronald Prins. Goed. Even voor de duidelijkheid. Ronald is van Fox IT, waar dan heel veel deskundigheid zit, wat jullie dan inhuren. Lodewijk van het OM kijkt of dat allemaal wel klopt. He, want je gaat natuurlijk wel steeds kijken van wat kan en wat mag. En dan zit jij er bovenop. Nou, laat het even concreet houden. Heb je een zaak waarbij je bij Team High Tech Crime hebt samengewerkt? Eventueel kan over vertellen hoe zoiets nou gaat. Je had het er net wel eventjes over volgens mij. Dat is de zaak die heet Descartes. En dat is een verlenging van het onderzoek naar Robert M. Daaruit bleek dat er ook kinderporno werd uitgewisseld op systemen die in dat verborgen Tor-netwerk binnen op het internet zitten. En dat was de meest ranzige kinderporno die je kan tegenkomen. En daar hebben ze als politie naar gekeken en gedacht van waar staan die dozen? Want dan bellen we gewoon de politie op in dat land en dan laten we ze uit de muur trekken. Maar een belangrijk eigenschap van dat Tor-netwerk is dat je dat niet kan vaststellen waar ze staan. En dus uiteindelijk... Ja, dus je kan ook niet naar een ander land bellen en daar een officier van justitie vragen van wil je hem uit de lucht trekken. Wat je wel kan doen is inbreken in zo'n computer. En pas als je hem ingebroken hebt, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je bijvoorbeeld de identiteit vaststellen. Dan zie je het echte IP-adres aan de achterkant, waardoor je weer een spoor hebt en met andere politiediensten verder kan gaan. En het tweede, en dat is ook wel ludiek, maar wel handig geweest in dit geval, is de plaatjes die er stonden vervangen door KLPD-logo's. En dan zie je ook wat voor een belangrijk effect dat uiteindelijk heeft. Want dat is op een aantal servers maar gebeurd, terwijl we er veel meer in kaart hebben gebracht waar dat op zich afspeelde. En die mensen die voelen zich ontzettend veilig, die helpen elkaar ook, hoe bouw ik zo'n veilige server dat ik niet gepakt kan worden. En dit is voor hun een van de eerste keren geweest dat ze zich onveilig hebben gevoeld, dat ze gemerkt hebben, joh, de politie zit op mijn hielen. Ja. En behalve die 12 waar we binnengetreden hebben, zijn er nog veel meer uitgegaan. Ik denk dat ze ondertussen misschien wel weer aanstaan, maar daar is nu een landelijk kinderporno-team voor om daar continu bovenop te zitten. Maar precies die kennis om in te breken, dat was er toen nog niet bij de politie. En dat is allicht ook een opbouw ondertussen. En daar hebben wij toen assistentie bij verleend. Ja, oké, want dan moet je dus kennis inhuren. Je kan ook niet alles paraat hebben. Ja. Maar inderdaad, je besteedt wel iets uit aan een bedrijf. En dan kom jij erbij. Dan kom jij kijken of zij niks doen wat niet mag. Of? Dat sowieso. Als we samen met de opsporing, als we externe inhuur doen, dan betekent dat niet dat we die bedrijven volledig hun gang kunnen laten gaan. Uiteindelijk blijven binnen de opsporing, blijven zelf verantwoordelijk voor wat ieder in het kader van die opsporing doet. En dat betekent dat als de mensen van Ronald in dat specifieke onderzoek bij ons komen, dat zijn mensen altijd worden begeleid door rechercheurs vanuit het team High Tech Crime, die continu meekijken wat gebeurt hier. Gebeuren hier geen dingen die wij zelf niet mogen, want dat is natuurlijk de voorwaarde, hè? Mensen van Ronald mogen geen dingen doen die wij zelf niet mogen. Nee. In dit specifieke geval ben ik, dat is dan iets wat ik zelf ook vond, een klein stapje verder gegaan.
Ronald had het net over inbreken. Nou, laten we er geen woordspelletje van maken. Wilbert had het over betreden. En zo zien we dat ook. Dat daadwerkelijk op die knop drukken om zo'n website binnen te gaan. Daarvan heb ik gezegd, laat ik dat nou doen. Daar zijn de mensen van Ronald niet voor ingehuurd. Ja. En ik vond het ook wel een beetje spannend om het zelf te doen. Als ik en dan heb je natuurlijk weer die kennisontwikkeling. Hè. Dat is voor jullie interessant. Hè. Dan kun je ook net wat verder dan normaal. En voor jullie ook interessant om daarvan te leren. Nu hebben we een heel extreme zaak. Hè. Ik bedoel, kijk, kinderporn is een beetje het ergste wat er is. Dus dan kun je kijken van hoe ver kunnen we gaan met de wet. Kun je in die zin ook zeggen van, afhankelijk van het soort misdaad waar je mensen van kan verwachten, mag je verder gaan of niet? Laat ze me even opsommen. Botnets, dat is eigenlijk een van de meest omvangrijke zaken. Je hebt natuurlijk allerlei ransomware-achtige dingen. Je hebt ook hacktivisme, de anonymous-achtige toestanden. Ja. Hoe kun je daar een soort onderscheid in maken? Van de zwaarte van de zaak naar wat een digitaal regisseur wel en niet mag in samenwerking met hun. Nou ja, traditioneel is het zo in strafrecht dat als het feit ernstiger wordt, hebben wij meer bevoegdheden. Maar dat is in deze digitale wereld nog niet allemaal zo duidelijk in de wet vastgelegd. Hè. Dus in die zin is het echt nog wetgeving die zich aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. Waarin wij soms bepaalde, wat wij dan noemen, algemene artikelen, kapstokartikelen gebruiken om bepaalde dingen juridisch af te dekken. Het feit geldt wel, wij maken altijd een afweging. Hoe ernstig is het en hoe ver gaan wij dus met de opsporing? Ja. En dat bepaalt uiteindelijk altijd de officier van justitie. Dus de politie doet voorstellen, denkt mee over de tactiek. Maar op het moment dat we echt dat soort bevoegdheden inzetten, doen we dat altijd, zoals wij dat netjes noemen, onder het gezag van justitie. Dus er is altijd controle op wat wij doen. Dus niet alleen op wat Fox IT doet, ook op wat wij doen. Ja. Maar dan zit de agent natuurlijk binnen de Nederlandse juridictie, wat volgens de Nederlandse wetgeving mag. Als je nou de grens overgaat, hoe gaat het dan bij jullie? Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld, kijk, als wij zien dat het IP-adres in een ander land staat, dan gaan wij door middel van rechtshulp gaan wij met dat land samenwerken. Het Tor-netwerk kun je dat niet meteen zien. Dus wij zijn daar eigenlijk, hebben we gekeken van zolang we niet weten dat we in het buitenland zijn, nemen we maar aan dat we niet in het buitenland zijn. Ja. En op het moment dat we het zien, omdat we bepaalde toegangsrechten hebben verkregen, wel het IP-adres kunnen zien, dan nemen we direct contact op met het land. Dus die soevereiniteit van landen vind ik razend ingewikkeld als het over deze nieuwe wereld gaat. Want de hacker is vanaf zijn zolderkamertje in no time in 11 landen. En wij moeten in het vliegtuig, wel leuk in het werk, hè, met ons rechtshulpverzoek naar al die landen om daar allerlei data veilig te stellen. Ja, dit kan soms tot absurde situaties leiden. Ik las in dit boekje, wat jullie overigens ook allemaal kunnen pakken. Dan zo'n regisseur die ziet dan van het IP-adres leidt naar Seoul. Dus hij het vliegtuig op, helemaal naar Seoul toe, om daar achter te komen, de server staat in Nederland. Ja. Kon hij weer terug. Ja. Daar hebben jullie natuurlijk minder last van, want bedrijven die kunnen internationaal veel makkelijker samenwerken. Zo'n Deloitte die heeft gewoon over de hele wereld afdelingen, die bellen ze gewoon op. Ze zeggen, kun je daar even kijken, heb je expertise? Hebben jullie dat ook een beetje? Dan hoef je niet eens fysiek in dat land voor te zitten. Kijk, wat je als privaatbedrijf mag, althans als we niet onder gezag van Lodewijk werken, dan mag je doen wat elke burger mag en dan mag je gewoon rondsurfen het hele internet op. En dat voorbeeld van Seoul, dat ging bijvoorbeeld gewoon over een openbaar chatforum waar misschien wel een hacker ook zat te kletsen. Ja. En voor de politie moet je zich dan gaan zitten afvragen, ben ik nu eigenlijk opsporingshandelingen in het buitenland aan het plegen? Ja. Het is hetzelfde als dat een politieauto mag ook niet in Duitsland voor een hotel gaan staan daar observeren. En dat mag je eigenlijk dus ook in de digitale weg niet, of in de digitale snelweg niet. En voor mij is dat heel erg tekenend van dat we dat de juristen eens een keer echt hard aan het werk moeten gaan om te zorgen dat daar een helderheid over komt van hoe mag je als opsporingsinstituut nou optreden in het buitenland. Nou, we hebben hier een jurist. Komt die helderheid er nog? Ik ben blij dat ik niet om werk verlegen zit. Als ik die vraag zo hoor. Het is gelukkig ook een hele makkelijke vraag waar een heel makkelijk antwoord op te formuleren is. Nee dus. Het is razend ingewikkeld. Je hebt te maken met een heleboel landen die vaak wel dezelfde problemen hebben. Die hebben hackers, die hebben hacktivisten, die hebben van allerlei problemen op het gebied van cybercrime, cybersecurity. Maar ze hebben allemaal een eigen wetgeving, ze hebben allemaal een eigen procedures, hun eigen organisaties. En dat sluit natuurlijk niet naadloos op elkaar aan. Nee. Gelukkig zijn er wel internationaal ook een aantal afspraken gemaakt. Er is een internationaal verdrag als het gaat om de bestrijding van cybercrime. En dat is wel een goede stap op weg naar een echte gecoördineerde aanpak van het probleem. Maar er is nog heel veel te winnen in de praktijk. Ja, want de verschillen zijn nogal groot per land. Hoe doen we het als Nederland? Ik denk dat wij het als Nederland goed doen. Ik denk dat wij en over technisch heel capabele opsporingsmensen beschikken. Dat wij een hele goede IT security
industrie hebben die niet alleen zijn eigen rol pakt, maar ook waar we goed mee kunnen samenwerken. En ik denk dat wij, als we gaan kijken naar hoe onze wetgeving in elkaar zit, dat we het eigenlijk best goed op orde hebben. Ik denk dat wij een mooie balans hebben tussen mogelijkheden om op te treden, maar tegelijkertijd ook wel met voldoende bescherming van de belangen en van de rechten van de personen om wie het eigenlijk gaat. Ja, ja. Hoe doen we het in Nederland? Ja, heel erg goed. We zijn ook in, ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld. We hebben ooit dat botnet Bredolab downgehaald, naar beneden gehaald. Nee, ik neem wel dat jullie dat kennen, hè, Bredolab. En, ja, wie heeft ervan gehoord? Dat zijn de digitaal rechercheurs, de net niet. Moet je even uitleggen wat het is, Bredolab? Ja, Bredolab was een botnet van ergens tussen de 20 en 30 miljoen gehackte computers die onder controle stonden van één Armeniër. Die een groot gedeelte van zijn operatie vanuit Rusland deed. Dus zijn infrastructuur stond in Nederland. En wellicht had hij ook nog wat in de Oekraïne staan. Daar zie je dus al die verschillende landen al die naar voren komen. Nou, dat is volgens mij ook onder gezag van Lodewijk gebeurd. Is dat ontmanteld of onthoofd, dat botnet? En dat heeft toen heel wat krantenkoppen opgeleverd in de rest van de wereld. Dat de Nederlandse politie toch wel hele bijzondere opsporingstechnieken gebruikte. Zelfs een kop als virtuele IRT-affaire was het in het Parool toen. En dat is best wel spannend ook vanuit de politie. Dus ik ben nog steeds heel trots ook op dat Lodewijk en Pim toen ook gedurfd hebben zoiets te doen. Want dat kan dus twee kanten opgaan uiteindelijk, dat je zo'n actie doet. Maar uiteindelijk blijkt dus dat een maand later wil de FBI ook een botnet naar beneden halen. Die gaan naar hun rechtbank toe van, we hebben gezien in Nederland hoe dat moet. En volgens dat stappenplan willen we het eigenlijk precies dezelfde manier ook doen. Dus we hebben eigenlijk aan de FBI geleerd hoe je op een nette manier uiteindelijk een botnet naar beneden haalt. Oké, want jij spreekt natuurlijk ook wel eens internationale collega's. Bijvoorbeeld de FBI, maar ook allerlei andere landen. Wat hoor je van hun, hoe wij het doen? Ja, of misschien zijn we zo klein dat we het niet toe doen, hoor. Dat kan ook. Maar of is Nederland echt een speeltuin waar spannende dingen gebeuren? Nou, we doen er wel degelijk toe, hè? Want mondiaal gezien zijn wij een belangrijk knooppunt in die hele internetwereld. Dus vandaar, hè, dus men zegt altijd, de drugs en zo komen allemaal via Nederland, maar ook de bits, de bytes komen via Nederland. De Amsterdam Exchange Index. Hè? Ja. Dus in die zin zijn we om die reden een belangrijk land. Maar ik durf wel te zeggen dat we ook gewoon in de manier waarop we het aanpakken, hè, internationaal goed aangeschreven staan. FBI heeft niet voor niks mensen bij ons ook in het team zitten. Deels om snel samen te werken, maar deels ook om over en weer te leren. Ja. Dus ik denk zeker dat wij wel ons toontje meeblazen in de wereld. Ja, oké. Okay. Nou, dan nog even de toekomst. Wat zijn de verwachtingen? We hebben natuurlijk een beetje van die trends in cybercrime. Het begon met een beetje vervelende dingetjes op de pc, toen kreeg de botnet. We hebben een tijdje met vooral hacktivisme te maken gehad, wat de kinderporno zei. Je hebt allemaal van die trends. Wat zit er aan te komen volgens jullie, waar straks Wilbert's capaciteit op ingezet zou moeten worden? Als jullie even een wensenlijstje zouden kunnen samenstellen, als we er toch zijn. Ja, uiteindelijk gewoon, voor mij moet er een heel duidelijk doel komen van nog meer aanhoudingen. Nog meer aanhoudingen? Ja, er zijn afgelopen jaar is er voor 60 miljoen euro van Nederlanders van hun bankrekeningen gestolen door vooral mensen in het Oostblok. En ik probeer overal rond te vragen, hoeveel mensen zijn daar nu voor aangehouden? Nou, volgens mij niet zoveel. En dat is waarom het ook elk jaar bijna verdubbelt. Hè? Dus in 2013 zal die schade misschien wel 120 miljoen zijn als ze nou niet kunnen gaan aanhouden. Ja. Maar je ziet ook de verschuiving van dat het niet alleen meer gaat om het stelen van geld, maar je gaat nu echt cyberconflicten krijgen waarbij statelijke actoren inbreken niet om geld te stelen, maar misschien ook wel om een olie- en gasbedrijf plat te leggen. En dat is, vind ik, een hele boeiende discussie uiteindelijk ook. Is dat dan het werkveld? Komt de Hans Vollmer dan met zijn defensie aanzetten? Of komt de politie dan aanzetten? Ja. En volgens mij zijn we heel veel capaciteit over aan het opbouwen. En wordt het juist spannend dat we erover na gaan denken, wie is nou waarvan eigenlijk? Hè? En gaan er niet tussen de verschillende silo's vallen die gebouwd worden? Oké, jouw wensenlijst? Ja. Cybercrime is en blijft een brave new world. Dat is het de afgelopen 4,5 jaar geweest. Dat is de tijd dat ik nu samenwerk met het team Hightech Crime. En dat zal het, zolang als ik er blijf zitten en andere mensen na mij, zal het dat ook zijn. Wat je nu ziet is dat cybercrime alleen, dat is te smal. Cybersecurity is de term waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. En dat geeft ook meer aan die term, dat de problemen waarvoor we staan, dat het niet problemen zijn die alleen met opsporing en met vervolging kunnen oplossen, maar dat het problemen zijn waarin we als maatschappij in zijn totaliteit een rol in moeten pakken. Want er is te veel, voor ons uiteindelijk zal het te veel aanbod zijn om het allemaal op te kunnen sporen. Dat is uiteindelijk niet goed als je dingen moet laten liggen ook ten overstaan van het hele land. Aan de voorkant moet nog heel veel gebeuren, kan nog heel veel gebeuren. En wij zullen daar zeker onze rol in pakken, want wat wij zien,
wat wij zien aan werkwijzes, wat wij zien aan dreigingen, daar kunnen anderen hun voordeel mee doen aan de voorkant om die systemen veiliger te maken. Ja. Dat is wat dat betreft mijn uitdaging, om dat goed te laten lopen. Oké. Meer aanhoudingen, kennisuitwisseling. Jij krijgt er meer mensen bij. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Wil je zelf nog iets kwijt aan de heren? Ja, ik zou wel tijd vragen te stellen. Ja, nee, ik sluit me daar graag bij aan. Ik denk dat wij inderdaad naar meer aanhoudingen gaan. Maar dat zien we in de traditionele wereld ook. Alleen mensen aanhouden, dat is het niet alleen. Hè. Je zult er een hele hoop zul je eromheen moeten doen. En kijk, wat ik belangrijk vind, is dat wij met elkaar in slagen om toch het vertrouwen in die computer, in dat internet, een beetje overeind te houden. Ja. He, want dat vind ik met ontwikkelingen nu als ransomware, dat je eigenlijk nooit meer weet of je nou een scherm van de politie voor je hebt, of van wie dan ook. Hè. En nou, DigiNotar-zaken, of je wel echt een zuivere site voor je hebt. Hè. Ja. Dat vind ik wel een van de grote opdrachten die wij hebben. Uiteindelijk als effect, hè, om, en dat doe je niet alleen als politie door aan te houden, maar dat doe je denk ik met alles wat daar gezegd is vanavond. Ja. Oké. Okay. Nou, hoe zo'n aanhouding in zijn werk gaat, dat ziet u straks na de pauze. Daar hebben we ook nog een leuk klein filmpje over. Ja. Maar ik wil eerst jullie hartelijk bedanken. Ronald Prins, Lodewijk van Swieten en Wilbert Paulussen.